De huidige Peterskerk van architect Karel Weber werd in 1884 ingewijd. Het is een imposant bouwwerk, sfeerbepalend voor Vught. De Petrus, zoals het gebouw nu heet, is een bijzondere herinnering aan het rijke Roomse Brabantse leven. Maar ook niet meer dan een herinnering. In 2005 werd de kerk aan de eredienst onttrokken. Dat gebeurde noodgedwongen vanwege het risico van vallende bakstenen. Een tijd lang dreigde het gebouw te worden gesloopt. Maar een stichting zette alles op alles voor behoud van het gebouw als cultureel centrum. In 2018 is het gebouw, na een grondige verbouwing, in gebruik genomen als een multifunctioneel ontmoetingscentrum. Het gebouw biedt onderdak aan de Bibliotheek Vught, de Stichting Anders Bezig Zijn, het Vughts Museum, de Wereldwinkel en Welzijn Vught. En er is een horecagelegenheid bij gevestigd met de toepasselijke naam Bij Petrus. De belangrijkste bouwkundige ingreep is het toevoegen van een tussenvloer aan de kerk. Dit opvallende element geeft de kerk de nieuwe frisse uitstraling die past bij de huidige functie. Doordat de vloer voornamelijk in de zijbeuken is geplaatst, blijft de oorspronkelijke ruimtelijke kwaliteit van de kerk behouden. De verdiepingsvloer geeft een nieuw, spectaculair perspectief op de kerk.